Dames en heren, tegen Theo's op. Ik ga echt nooit meer water aanraken na deze game. Kijk, al die lichamen hier ook liggen. Waar ben ik in beland? Als er nu een haai komt. Wow, dude. Rip mijn teammate. Als er één ding is waar ik echt enorm bang voor ben, dan zijn het haaien. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ik ben letterlijk een persoon die niet de zee in durft te gaan. Omdat ik denk dat er letterlijk ook hier in Nederland haaien zouden zijn. Dus wat ga ik vandaag doen? Ik heb €20 uitgegeven aan een game waarin je gaat duiken met haaien die je gaan aanvallen. Beste keuze die je kan maken natuurlijk. En deze game is dus uit 2014. En dat is nog steeds wel €17. Heel weinig mensen spelen het. Ik zit letterlijk, heb gedaan dat ik over alle servers, over de hele wereld kon joinen. En het duurde nog iets van 6 minuten. Yo! Hallo team, hoe is het? Samen zijn we met z'n drieën. Er zijn 2 haaien. Wacht, waar is onze vierde? Oh nee, daar is onze vierde. Er zijn 2 haaien en we zijn met z'n vieren. Dat is zeg maar 2 personen per haaien, maar ik tel niet mee, want ik ben bang. Oh, kijk mijn gun. Dit is sick. Wacht, oh, waar gaan jullie naartoe? Oh, hier, we gaan de boot in. What the frick is dat voor... Oh my... Laat me los! Wel, dat ging snel. Ik kan respannen. Oh, gelukkig. Yo, ik ben bij de... Wat is Steve? Wat is dit? Oh, we moeten deze boot looten, denk ik. Dus ik denk dat we dit gewoon moeten beschermen. Totdat de haaien zeg maar dood zijn of zoiets. Ach, waar zijn de haaien? Dames en heren, tegen die ook op. Oh. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Ik ga echt nooit meer water aanraken na deze game, jongen. Holy frick. Hai. Oh, maar hoezo? Hij pakt mij ook zeg maar gelijk. Wat kan ik doen? Ik heb hem dood. Ik heb hem dood. Je bent een loser. Je bent echt een loser, gast. Imagine doodgaan. Oh, toen was ik dood. Maar wat is dat ook? Dat is niet eens een haai meer. Ik kan dan wel een betere... Oh nee, ik kan niet echt een betere gun kopen. Frick it, ik respawn gewoon nog een keer. Daar is een haai. Schiet hem. Hij is dood. Maar ik heb geen kill. Oké, dat is jammer. Zit wel op 88%. Dus dat is iets goeds, denk ik. Hey, haaien. Waar zijn jullie dan? Wat is dat? Oh, dat is een zeehond. Wacht, hier is een... Ben je een haai? Dat was een haai, maar die is dood. Oh, dude, laat me met rust. Rot op. Ik kan nu wel een goede gun kopen. Nee, kak, die guns zijn zo duur. Wat is dat voor onzin? Oh, daar gaat... Wat gebeurt er? Waarom span ik hier? Wat doen we? Steve. Oh, er is weer een haai. Nee, sterf. Sterf, kom op. Oh, hij heeft me dood. Ik ben ook zo vaak dood gewoon. Kijk, al die lichamen hier ook liggen. Oh, daar is hij. Nee, laat me met rust. Nee. Hij is ook gewoon 1 bijt en hij heeft me gelijk. Ik ben er weer. Ik hou echt niet van de oceaan. Je kent toch ook het spel Subnautica? Ik heb dat gewoon puur nooit gekocht. Omdat ik bang was. Ik durfde dat nooit te spelen. Ik was gewoon bang dat... Ja, ik heb een kill. Oh, easy game. Ik was gewoon bang voor die oceaan. Ja, het is echt heel slecht eigenlijk. Maar ja. Oh, wat is dit? Is dit allemaal bloed wat hier is? Wat gebeurt er? Daar is een haai. Die is weer dood. Jongen, voor mij doen we het nu best wel goed als team. We moeten gewoon samenwerken. Ja, even reloaden. Kijk, we zitten alweer op 76%. We willen het geld, jongens. We willen de buit. Hoppakee. Oh! Ja. Ik moet wel op blijven letten. We zitten wel bijna op 100%. Ik blijf hier gewoon. Ik ga deze campen. 100%. Dat gaan we doen. Hebben we geld? We hebben goud, denk ik. Ik hoor allemaal geldgeluiden. Waar gaat die robot nu naartoe? Wat is dit? Steve, waar ga je naartoe? Oh, we gaan naar de andere boot toe of zo. Oh my. Jongens, dit helpt niet met mijn angst. Dit helpt niet. We kunnen nu wel een goede gun kopen. Kijk, wat kopen we? Een ADS rifle. Gewoon de duurste. Kijk eens, jongen. Dit noemen we pas een gun. Oh, nu kunnen die haaien me echt niks meer maken. Als ik hier überhaupt weg kan. Ik zit hier vast. Help, jongens. Straks verdrink ik nog. Oh! Show. Het is echt onwijs koud in mijn kamer. Maar ik heb het zo warm door dit spel. Dat het maakt niet eens uit. Oh, daar is hij. Schiet hem. Schiet hem. Ja, ik heb een kill. Volledig mijn ammo erop gegooid. Oh, ja, maar jij bent... Kan ik niet doden. Ja, ik vraag me wel af. Was deze game een geld waard? Nee, 100% niet. Deze game is gewoon niet meer echt populair of in, denk ik, of zo. Oké, daar komt die haai. Hè? Let's op. Ik heb hem gekild. Deze gun is zo OP. Iedereen van de hele oceaan. Kom naar me toe. Ik kan jullie aan. Er zit ook 1 guy die tegen ons te praten. Die Captain Stubbs. Ik heb geen idee wat hij doet. Wat is zijn doel van deze game? You cannot respawn. Your last ticket has already been used. Nee. Ik ga deze keer gewoon de betere pistool kopen. Leuk verhaal. Ik was dus ooit een keer op Tenerife. En daar had je zo'n strandje. Heel ondiep. Zeg maar, je kon er gewoon staan. En daar kon je dan zwemmen. Maar er zwommen ook allemaal vissen rond. En ik dacht van, ja, weet je, ik moet er toch wel in gaan. Want als ik nu niet ga, dat is dan wel redelijk... Ja, je bent niet zo vaak op Tenerife. Dus ik in ieder geval. Dus ik daar zwemmen met mijn zwembril om die vissen te zien. Nou, je wil niet weten hoe bang ik was, hoor. De hele tijd. Woe, dude, dat is mijn teammate. En ik... Mijn lichaam ziet er ook echt heel fijn uit, zeg maar. Frick it, het is een hamerhaai. Oh, maar die is wel dood. Waar is de andere haai? Er was er nog geen, toch? Voor mij is er één. Kijk die hamerhaai. Kijk hem chillen, joh. Yo, gozer. Oh, nu kan je het wel eens van goed dichtbij zien. Zijn lichaam zweeft ook gewoon. Ik ga gewoon campen hier bij dit lichaam. Want dan gaat die andere haai toch nooit op afkomen. Daar is hij. Waarom is hij zo snel? Ze zijn toch niet zo snel in het echt, of wel? Nee, als dat... Nee, nee. Ik hoop niet dat dit, zeg maar, een beetje een vergelijking is met hoe het in het echt, hoe ze snel ze zwemmen. Ze kunnen waarschijnlijk wel een topsnelheid... Nou, wat zou een topsnelheid van een haai zijn? Ik zie hier een haai. Bam, bam, bam. Oh! Ik hoop niet zo heel snel. Waarschijnlijk wel sneller dan een mens. Denk niet dat een... Auw, what the... Oeh, de hamerhaai. Hij is dood. Ik heb de hamerhaai gepakt. Kijk, dat is karma. Moet je mij maar niet bijten. Als je mij bijt, ga je dood. Ik ga gewoon weer bij zijn lichaam. Nee, oké, wacht. Nu ben ik wel ver weg van mijn teammates. Dat wil ik helemaal niet eigenlijk. Deze haaien zijn eng, want deze komen niet gewoon de hele tijd tevoorschijn. Oh, ze jumpscaren, maar echt. Oh, daar zwemt er een. Wacht, hier, Steve. Ik ben ook zo low. Ik moet eigenlijk gewoon even healen. Wat is dit? Wat heb ik vast? Oh, oh my god. Het is hier echt, je ziet hier helemaal niks. Hé, hey, een beeldje. Picked up treasure. Oh, krijgen we nu extra geld? Dat is goed, want dan kunnen we zo meteen weer een betere gun kopen. Waar ben ik in beland? Als er nu een haai komt... Ik hoop dat mijn buren niet denken dat ik gek ben, want ik zit te schreeuwen. Dat is echt niet normaal. Hier, wat kan ik hiermee doen? Hier, zie je? Repaired. Oh, we kunnen Steve repairen. Hé, hey, ik ben een onschuldige. Ik ga dus echt nooit meer duiken, hè. Ik hoop dat jullie dat snappen. Oké, heel... Nee, ik ga het niet doen. Zeker niet... Oh, op een gebied waar haaien kunnen zijn. Ah! Zo ook in het water. Dat is niet mijn sterkste punt, weet je wel. Een haai wel, die woont daar. Er zijn zoveel gekke beesten onder water. Ik vond het wel altijd heel cool om van die documentaires te zien over alle beesten die in het water leven. Maar er is zoveel echt in de diepste hoekjes van de oceaan. Oh, nee. Oh, gewoon, je wilt daar niet zijn. En we kunnen daar ook niet heel makkelijk zijn. Voor mij is er heel weinig echt goed ontdekt van ja, de oceaan, zeg maar, en dingen. Hier, dikke rifle. Nou, haaien, nu kunnen jullie komen. Waar zijn... Oh, Steve gaat er vandoor. Steve, nee. Oh, kijk, hier is allemaal treasures. Geef mij de treasures. Woe, beetje schat zoeken. Oh, reloaden, snel. Voordat de volgende haai... Dit is zo klein en krap. Waarom is dit? Ik ga hier zitten in het hoekje. Kijk eens. Zo zit je echt perfect. Gewoon geen één haai kan hier komen zonder dat je mezelf eerst ziet. Wat de frick is dat? Ik dacht even dat daar... Oh, ik hoor het schommen. Nee, oké, deze haai kwam hier wel. Maar ik heb hem dood. Ja, zie je? Precies, dit was de bedoeling. En ik heb een kill. Oh, dit is echt de perfecte plek. Dit is heel goed. Ik wil iets meer zo. Als er een haai van die kant... Oh, zie je dat bloed een beetje in beeld? Dat vind ik wel heel vies eigenlijk. Daar zie je ook niet zo heel veel meer door. Gast, rot eens op met je bloedlichaam. Ergens anders lekker bloeden. Oh, mijn hartslag gaat omhoog. Woehoe! En ik heb weer een kill. Ja, ik ga mijn team carryen gewoon zo. Eigenlijk ben je een vieze manier, maar... Hey, boeien. Oh, Steve. Nee, frick Steve, waar ga je naartoe? Maar als je hartslag dus omhoog gaat, betekent dat ook al dat er een haai in de buurt is. Kijk, gast, dit is easy. Ik zit op een killing spree. Oh! Heel easy. Heel easy. Wat een frick ben je? Je hebt mijn killing spree verpest. Als ik je nu zie, jongen. Oh, we moeten Steve even save of zo. Even repairen. Daar komt hij, Mijn hartslag. Holy tandjes. Oké, ik kan hier weer zitten. Ik kan hier campen. Oh, ze kunnen echt van alle kanten komen. Dit is niet eens een hoekje. Holy gatsie. Wacht, we moeten Steve repairen. Steve, I got you, man. Nee, mijn hartslag. Er komt een haai aan. Daar is hij. Steve, waarom piept alles? Woe! Ik heb revenge. Kijk, zie je? Ik heb weer revenge genomen. Ik zei toch, als je mijn streak pest, dan verpest ik jou. Oh, er liggen hier allemaal lichamen en dingen. Oh, wat gebeurt er? Nee, waarom zie ik niks? Dude! Ik heb een teammate gesaved zojuist. Wat is deze... Wat doet een vliegtuig onder water? Even serieus. Wacht, zend deze signalen toe naar waar de haaien zijn of niet? Mijn hartslag. Omhoog! Nee, dat heeft niet geholpen. Oh, hij is dood. Oh, mijn teammate heeft me denk ik redelijk gesaved daar. Er zit allemaal bloed op mijn handen. Oh! Oké, nu ben ik wel dood. Ik ben gekild door een bot. Deze haai is een bot. En ik ben dood. Dat is wel een beetje triest. Waar gaat Steve nu naartoe dan? Ik snap niet helemaal het idee van wat we nu aan het doen zijn. Gaan we nu weer terug naar de boot? En dat we dan nu zo... Maar hey, je laat geld achter. Wow, dude. Rip mijn teammate. Kijk dan. We verliezen gewoon geld. Dit is niet de bedoeling, man, Steve. Dikke noob. Ze komen. Ik haat het spel. Ik wil niet meer. Steve, kan je niet wat sneller werken? Is daar een haai? Er ging daar een bubbel naartoe. Nee, daar is een haai. Oh, ja. Hij moet nu alleen nog maar terug naar de boot. En als dat gebeurt, dan hebben we gewonnen. Maar ik weet niet waar je kan zien hoeveel levens we nog hebben. Want daarnet had ik mijn laatste ticket gebruikt of zo. En ik wil niet dat dat nu weer gebeurt en dat ik dan dood ben. En dat de haaien dus uiteindelijk winnen. Hartslag. Jongens, ze komen. Ik hoor wel schoten, maar ik zie geen haaien. Oh, ik zie wel een haai. Waar is de boot? Ik wil zelf ook naar de boot. Ik wil niet meer. Daar is een haai. Oh, ik had mijn teammate niet kunnen redden. Oh, oh. Wat zou dat daarboven betekenen? Hoeveel levens we nog hebben om te gebruiken? Ik kan ook consumables kopen of zo. Oh, ik heb dat nu gedaan, maar ik weet niet wat dat doet. Oh, is dit dat? Is dit wat ik heb gekocht? Ik weet het niet. Oh, nee, 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 daar gaan we weer. Wacht, als het zo is, dan hebben de haaien nog maar 1 leven. Kom op, haaien. Ik lust jullie rauw. Nee, want ik heb net een haai gekild en ze hebben nog steeds 1. En ik heb nog een haai gekild. Double kill. Wacht, waar is de boot? Kunnen we de boot zien? Even kijken. Ah, nee, dat kunnen we niet echt zien. Wacht, hè? Moet onze boot niet nu even in de buurt zijn of zo? Wow! Ik heb hem dood. Oké, misschien niet ik, maar een teammate dan ook goed. Ja, we hebben gewonnen. Nou, mensen. 3000 hartaanvallen verder. Heb ik mijn angst overwonnen? Nee, nee, zeker niet. Haaien blijven nog steeds een dikke no-go voor mij. Vond je deze video leuk? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal beneden. En klik nog op deze video, want deze video is ook super vet. Joejoe!